Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij deze presentatie van de commissie Kinderopvang en Vaccinatie. Ik wil als eerste het woord geven aan de voorzitter van de commissie, Roos Vermeij, voor een toelichting op het rapport. En dank jullie wel en dank dat jullie hier op maandagochtend allemaal zijn gekomen. Ik wil even kort het rapport toelichten en daarna het rapport overhandigen. Het is een bijzonder werk geweest van de commissie, ook in een periode waarin vaccineren en vaccineren op de kinderopvang volop in de belangstelling stond. Dus de commissie heeft gewerkt terwijl er soms dagelijks nieuws was over dit onderwerp. Ik ga eerst even de commissie aan u voorstellen. Ik heb mogen werken als voorzitter met een enorme, een commissie met een enorme rijke expertise. Jacqueline Biesheuvel, voor sommigen van jullie uit de media wel bekend, oud-griffier van de Tweede Kamer, jurist, maar ook werkzaam op het terrein van Europese rechten van de mens. De heer Jelle van Buren, hij is universitair docent in Leiden op het gebied van complotdenken, terrorisme en politie. Mevrouw Sharon Gesthuizen is branchevoorzitter van de vereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Zij is vandaag niet aanwezig, want zij is op dit moment verhuisdozen aan het verslepen. Gjalt Jellesma, de heer Gjalt Jellesma, voorzitter van de belangenorganisatie, Ouders in de Kinderopvang. De heer André Krom, ethicus en docent aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, als ik het goed heb. Mevrouw Helma Ruys, gepromoveerd arts infectieziektebestrijdingen bij het RIVM. En professor Brigitte Toebes, hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief. Interessant is dat zij op dit moment onze conclusie aan het toelichten is op een internationale conferentie in Italië. Dus dat maakt het des te aardiger, omdat we een soort van simultaan presentatie aan het doen zijn. Zij weliswaar in het Engels en dan ik gewoon hier als vanouds in Nieuwspoort. Allereerst onze onderzoeksopdracht in een breder kader. Wij hebben een onderzoeksopdracht meegekregen en die leidde bij de commissie toch ook tot een aantal vragen. De zorgen van ouders, waar gaan die zorgen dan over? En gaat het eigenlijk alleen over de zorgen van ouders? Of gaat het ook over de belangen van kinderen? En we hebben deze onderzoeksopdracht in iets breder kader neergezet. En die luidt dus als volgt. De commissie onderzoekt oplossingsrichtingen waarin ook de zorgen van ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de gedaalde vaccinatiegraad een plek krijgen. En de door ons geformuleerde handelingsopties zouden dan ook werkzaam moeten zijn voor de kinderopvang en voor de gastouderopvang. En de vaccinatiegraad of het verhogen van de vaccinatiegraad behoorde oorspronkelijk niet tot de directe opdrachten die deze commissie heeft gekregen. En zoals sommigen u in het rapport inmiddels al heeft gelezen, is de hoogte van de vaccinatiegraad wel een heel duidelijk uitgangspunt van de commissie geweest om haar handelingsopties te formuleren. Daarover meer. We zijn als commissie eigenlijk eerst begonnen om vrij systematisch een aantal uitgangspunten te formuleren. En in die uitgangspunten zijn eigenlijk de punten waar wij het als hele commissie over eens zijn, waaraan wij de oplossingen of de handelingsopties, zoals wij ze noemen, steeds hebben getoetst. Van, klopt dat nog met de uitgangspunten die wij hebben gesteld? En het is vrij overduidelijk in het rapport en ook in de samenvatting, en we beginnen er ook mee. Maar de eerste is vrij helder. De overheid is aan zet. En dat is daarmee ook een van de belangrijkste uitgangspunten van dit rapport. Het gaat om echt een publiek belang. Het bevorderen van gezondheid voor Nederland is immers ook een opdracht die in de grondwet ligt verankerd. Het bestrijden van infectieziektes valt daar zeker ook onder. En we hebben daarom ook gemeend te moeten constateren dat we de handelingsopties en de oplossingen en de maatregelen niet bij de kinderopvang moeten neerleggen. Maar heel duidelijk hebben gezegd, het is de overheid die aan de slag moet met dit vraagstuk.
en ook handelingsopties heeft die zij nog niet heeft, ik zal maar zeggen, uitgeprobeerd of nog niet heeft toegepast. Daarnaast was onze opdracht ook heel duidelijk de zorgen van ouders. Desalniettemin weegt het belang van het kind zwaar mee bij deze commissie. Kinderen hebben verschillende belangen, hebben ook een recht op een welzijn en gezondheid. En ook in de handelingsopties hebben we steeds nagedacht over de belangen van kinderen en de verschillende belangen van kinderen. U vindt daar in het rapport ook verschillende passages over, ook een aantal opties, ook om de opinie van wat oudere kinderen te betrekken bij dit vraagstuk. En we denken dat het de moeite waard is om dat te onderzoeken. Een ander uitgangspunt is dat achter de zorgen van ouders vele waarden schuilgaan. Iedere ouder heeft het goed voor met zijn of haar kind en wil het allerbeste voor zijn of haar kind. Daar bestaat geen enkele twijfel over. Toch zijn er zorgen. En die zorgen die kennen vele gedaanten. En het belang voor de commissie is om te achterhalen welke waarde gaat daarachter schuil. Is dat een waarde die betrekking heeft op gezondheid? Is het een waarde die betrekking heeft op een eigen keuze? Is het een waarde die betrekking heeft op veiligheid? En we hebben daarom ook gemeend als commissie om eigen onderzoek te doen. U treft het onderzoek ook aan in het rapport. Het is zowel kwantitatief als kwalitatief. Er zijn gesprekken gevoerd met ouders. Er is een grote groep ouders en aanstaande ouders ondervraagd over dit onderwerp. U ziet daarin ook overigens overeenkomsten met een recent onderzoek gedaan door Eén Vandaag en Linda, waar we ook gebruik van hebben kunnen maken. En dat heeft ons ook wel inzicht gegeven over die waarden. Zorgen alleen zijn niet voldoende grond voor overheidsingrijpen. Dus alleen het hebben van zorgen maakt nog niet dat je maatregelen van de plank kunt trekken om te zeggen met dwang en drang gaan wij nu een aantal maatregelen toepassen. Het neemt niet weg, dat komt daar later nog wel terug, dat er ook wel een taak bij ouders ligt. En we komen daar ook in het rapport wel ook op terug. Ook als het met name gaat om dat publieke belang van vaccineren. De vele belangen en de vele rechten en plichten maken een juridische inbreng heel erg noodzakelijk. We hebben het hier over een groot aantal stakeholders. We hebben ouders, we hebben kinderen, we hebben kinderopvangorganisaties. Dat zijn gewoon private instellingen. We hebben de overheid. Vele rechten en plichten liggen verankerd in de Nederlandse wetgeving, Europese wetgeving, internationale wetgeving. In hoofdstuk 3 vind je een uitgebreide analyse van die belangen en die rechten en die plichten. Ook hoe ze soms eigenlijk wel botsen met elkaar. We hebben ze zowel juridisch gewogen als ook moreel gewogen. En hebben daarbij steeds gekeken naar proportionaliteit, naar subsidiariteit en effectiviteit. En steeds die handelingsopties gekozen die je eigenlijk het eerst kunt gebruiken. Als die vervolgens niet werken, om vervolgens naar een zwaarder middel te stappen. En je ziet dus ook in het rapport hoe we deze handelingsopties hebben afgewogen. En steeds zeggen, zou je nu in kunnen zetten. Om vervolgens te kijken, werkt het niet? Wordt het niet beter? Dan gaan we een zwaarder middel inzetten. Van ouders mag wat worden verwacht. Het klinkt vanzelfsprekend, maar het is het nog niet als het om dit onderwerp gaat. En daarmee willen we eigenlijk het volgende zeggen. Ouders hebben eigenlijk de plicht om zich goed te informeren over de gezondheid, over vaccineren en over het belang van vaccineren. Niet alleen voor je eigen kind, maar ook voor de samenleving als geheel. Ouders die overwegen om hun kind niet te vaccineren, hebben derhalve ook de plicht om rekening te houden met anderen, derden. En dat belang zie je ook sterk terugkomen in ons rapport. Dat er eigenlijk ook wel noodzaak is om degene die afzien van vaccinatie
eigenlijk met iets mindere vrijblijvende maatregelen tegemoet te treden om hen, als het ware, te overtuigen van het belang van dit collectieve goed wat we in Nederland hebben. Van medewerkers mag ook wat worden verwacht. Zij zorgen immers in de kinderopvang voor een veilige en gezonde omgeving voor kinderen. Dat voelen zij ook zo. En ook zij hebben, als het ware, de noodzaak om hierover na te denken. En tot slot, de vaccinatiegraad doet er wel degelijk toe. Als wij iets willen met de zorgen van de ouders en het belang, het collectieve belang voor een hoge vaccinatiegraad in Nederland, dan doet die vaccinatiegraad er wel degelijk toe. Die vaccinatiegraad bepaalt namelijk immers of die zorgen van ouders en van ons allemaal zullen worden weggenomen. En de commissie is derhalve van mening dat het verstandig is om in een aantal scenario's een aantal handelingsopties uit te werken. En die zijn toch wat stoplichtachtig. We hebben daar lang in de commissie over nagedacht, over deze metafoor, omdat die wel eens vaker wordt gebruikt, maar we hebben hem toch toegepast. En we hebben een groen scenario, een oranje scenario en een rood scenario. En u kunt zich al een beetje voorstellen in welk scenario wij op dit moment zitten. Het groene scenario betreft een scenario waarbij we de norm halen die we in Nederland gelukkig hanteren en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ook de norm is als het om infectieziektes gaat en mazelen in het bijzonder. En dat is 95%. Het oranje scenario is het scenario waarin de vaccinatiegraad gedaald is, maar nog niet tot op een kritieke ondergrens. En het rode scenario zitten we op of onder die kritieke ondergrens. Ik kom er nog even op terug, want we komen straks ook nog op die handelingsopties terecht. Ik wou nog even iets zeggen over het eigen onderzoek naar de zorgen en naar de waarden. U vindt daar meer over terug in het rapport. Maar u kunt daarin ook lezen dat we ook echt hebben proberen te vatten wat leeft er nou bij ouders als het om vaccineren gaat. Bij ouders die hun kinderen ook vaccineren en bij ouders die hun kinderen niet vaccineren. En nogmaals, het recht om zelf te beschikken speelt een rol bij ouders die niet vaccineren. Wij als commissie zeggen dat recht is zeker niet onbeperkt. Je hebt ook de plicht om rekening te houden met andere kinderen, kwetsbare kinderen en kinderen die om medische redenen bijvoorbeeld niet gevaccineerd mogen worden. Het is een interessant hoofdstuk die ook aanknopingspunten biedt, zeggen wij, voor de overheid om te gaan communiceren met ouders, ook met ouders die twijfelen of die hun kinderen niet vaccineren. Ik ga, denk ik, de probleemanalyse. Wij richten ons dus op kinderen in de kinderopvang en kinderen van 4 tot 14 maanden die onbeschermd zijn. Of zij nou deelnemen aan dat Rijksvaccinatieprogramma of niet, pas op 14 maanden krijgen kinderen in Nederland om goede redenen hun eerste BMR-prik. Zij zijn daarom per definitie, zou ik bij willen zeggen, kwetsbaar. Het risico op introductie van mazelen in de kinderopvang hebben we uitgebreid beschreven in ons rapport. Het gaat dus niet alleen om de kinderopvang zelf, maar ook om, komt de ziekte binnen op de kinderopvang? Dat is vrij relevant en daaraan zie je eigenlijk ook meteen dat die vaccinatiegraad relevant is. Je kunt wel een beschermde kinderopvang hebben, weliswaar met kwetsbare kinderen van 4 tot 14 maanden, maar het gaat ook op het risico van introductie. En de groepsbescherming wijden wij ook het een en ander over uit, die wel specifiek is op de kinderopvang, omdat je natuurlijk een verzameling van kinderen hebt. Mazelen een van de meest besmettelijke ziektes ter wereld is, die door de lucht verspreid wordt. Dus vrijwel ook in zo'n kinderopvang buitengewoon gevaarlijk is, zou ik willen zeggen. We hebben ook over die botsende belangen, ik heb al iets gezegd, in dat complexe juridisch kader het een en ander voor u op een rij gezet.
en hoe die belangen tegen elkaar afgewogen worden. En hoe die belangen ook tegen elkaar afgewogen zijn door ons. Maar dan spring ik toch eigenlijk snel over. Ik kijk ook even naar de tijd. Het gaat goed nog steeds, ja. Naar de scenario's, omdat daar eigenlijk het pièce de résistance van de commissie zit. De commissie heeft geconstateerd, en daar beginnen we dan ook mee. We beginnen niet met groen, maar we beginnen met oranje, dat we in dat oranje scenario zitten. We hebben een gedaalde vaccinatiegraad. Vorige week zijn de recente cijfers bekend geworden over 2018. Het doet ons deugd te constateren dat de vaccinatiegraad gestabiliseerd is. We zijn nog steeds bezorgd over een te lage vaccinatiegraad in Nederland. We zien een lichte stijging bij de BMR, maar hij is nog niet genoeg. En hij blijft dus steken. We denken dat het tijd is, en dat is wel echt wel relevant voor deze commissie, voor een normstellende overheid. En die overheid heeft zich in dat opzicht in onze ogen nog net iets te weinig laten horen, waarin wij zeggen, vaccineren is van het allergrootste belang in dit land. Niet alleen voor je eigen omgeving, je eigen gezin of je eigen kind, maar juist voor het grotere geheel, voor het collectief. En juist ook ter bescherming van kwetsbare kinderen of, zoals ik al zei, kinderen die om andere redenen niet gevaccineerd, medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden. Die overheid moet ook betrouwbaar zijn en het moet ook duidelijk zijn. Dus die overheid moet niet alleen zeggen, wij vinden dit enorm belangrijk, dit is waar wij alles voor uit de kast halen. Maar mocht dat niet gebeuren, dan gebeurt er iets anders. Dus ook heel duidelijk aangeven wat er de consequenties zijn van het feit dat zo'n vaccinatiegraad niet verder in hun ogen mag dalen. De communicatie daarover zal dus ook wat relevanter moeten worden en ook wat duidelijker moeten worden. Het is, komt eigenlijk uit de recente onderzoeken allemaal naar voren. Ook uit ons onderzoek komt dat, ook uit het Eén Vandaag onderzoek. Ouders hebben best veel vragen. Ook ouders die vaccineren hebben best veel vragen. Ze hebben moeite om antwoorden op die vragen te krijgen. Sommige websites zijn verouderd, de informatie is lastig te vinden. En daar moet echt een slag mee gemaakt worden. En dat is eigenlijk, ja, ik zou zeggen, bijna het klinkt bijna als een logisch advies of waarom het nog niet gebeurd is. Dit is wel een constatering die wij stellen en het is wel iets waar eigenlijk nu mee aan de slag gegaan moet worden. De commissie heeft lang gesproken over het minder vrijblijvend maken van het niet vaccineren. En de commissie is van mening dat dat kan door ouders die hun kinderen niet vaccineren uit te nodigen voor een gesprek. Met het inzicht in de zorgen van ouders, het inzicht in de vragen die ze hebben, kunnen zij met een goede zorgprofessional, een jeugdarts, dat gesprek aangaan. Maar het benaderen van ouders door de overheid, van ouders die hun kinderen niet vaccineren of nog niet hebben gevaccineerd, daar hebben we in Nederland nog geen ervaring mee. En de commissie stelt voor om dat wel te doen. We weten ook van ons omringende landen die een dergelijk, vaak onder de noemer vaccinatieconsult, in ogenschouw nemen of dat van plan zijn te doen. Wij achten dat wel de tijd rijp, en zeker in dit scenario, om dat te doen. Daarbij is het verstandig om percepties en zorgen van ouders serieus te nemen, om dat gesprek aan te gaan. Ook uit ons onderzoek bleek dat eigenlijk van de ouders die hun kinderen niet vaccineerden, sommigen eigenlijk op meer informatie zaten te wachten. En dat is eigenlijk een soort van, ja, je zou eigenlijk morgen mee aan de slag willen gaan om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Tot slot richt je communicatie ook op kinderen. En dat gaat in brede zin. Maar ook kinderen zijn zich bewust van het belang van vaccineren. Na 12 mogen ze daar overigens ook over het serieuze gesprek met hun ouders gaan. En na 16 mogen ze daar zelf over beslissen. Maar het is relevant voor dit vraagstuk en het is ook relevant voor het belang. Dit geldt uiteraard niet, maar dat zullen jullie allemaal wel begrijpen, voor de 0 tot 4 jaar. Maar dit geldt wel wat voor de oudere kinderen. Maar desalniettemin belangrijker om dat te doen.
Ja, ik denk, zeg het er nog maar even bij. Het groene scenario is wel het meest makkelijke scenario. Desalniettemin denken we dat het toch belangrijk is dat die overheid op communicatie en informatie echt een andere slag maakt en ook een andere koers gaat varen. Voorheen was het toch vooral, u heeft een kind, zorg dat ze prikken krijgen. Maar het collectieve belang, het publieke belang van een hoge vaccinatiegraad voor Nederland moet echt meer op het voetlicht komen. Dus hier zijn we eigenlijk bij de handelingsopties de blijvende inzet. Dan het rode scenario. Dit is een scenario waarin de overheid heeft gezegd, wij vinden dat de vaccinatiegraad, wij richten ons op mazelen, maar het zou ook in anderen kunnen zijn, wij vinden dat die vaccinatiegraad niet verder mag dalen dan een kritieke ondergrens. Op het moment dat die kritieke ondergrens is bereikt, adviseert de commissie om het deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma verplicht te stellen voor toegang tot kinderopvang. Er wordt op dit moment door het RIVM onderzoek gedaan naar een dergelijke ondergrens. Wij zeggen in ons rapport tevens, mocht het RIVM daar niet uitkomen, dan vragen wij de overheid die grens ook vast te stellen. Er is op dat moment ook echt een beleidsgrond en een juridische grond om een dergelijke maatregel in te voeren. Wij adviseren de regering dan ook om wetgeving die op dat moment nodig is in voorbereiding te nemen. Mochten al deze handelingsopties niet werken, de vaccinatiegraad verder dalen en ook het Rijksvaccinatieprogramma als voorwaarde tot toegang tot de kinderopvang niet zijn beslag, zijn effectieve beslag krijgen, komt een algehele vaccinatieplicht in beeld. We hebben in het rapport vrij uitvoerig stilgestaan ook bij de nadelige kanten van deze plichten. Maar we hebben ze wel allemaal afgepeld. En we denken dat het relevant is, ook voor de overheid, om dit allemaal in beeld te hebben. En om op die manier eigenlijk stap voor stap te krijgen, te kijken naar eigenlijk wat de commissie als haar ultieme doel beschouwt om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen en derhalve zorgen van ouders weg te nemen die bezorgd zijn vanwege hun jonge kinderen. De uitbraak van mazelen tot slot. Een hoofdstuk die wat we even ter hand hebben genomen. In Nederland in onze ogen buitengewoon zorgvuldig en deskundig geregeld. Er is één nieuw element in de uitbraak van mazelen. En dat is, ik noem het maar even, de import van mazelen. Omdat er uitbraken in het buitenland zijn, zoals we allemaal veelvuldig in de media kunnen horen en lezen. Dit is nou bij uitstek ook een domein waarbij de kinderopvangorganisaties verlegen zitten om goede informatie en om ervoor te zorgen dat ouders met jonge kinderen ook kunnen doorverwijzen. Om eventueel, wanneer ouders afreizen naar gebieden waar mazelenuitbraak is, voor hun kinderen een vervroegde vaccinatie op te kunnen halen. Dus deze hebben wij als handelingsoptie in ieder geval ook meegegeven. Omdat deze is wel relevant als je kijkt naar de mazelengevallen in Nederland van dit jaar, is het merendeel daarvan mazelen afkomstig uit het buitenland. Het spreekt voor zich. Roep de regering op de handelingsopties ter hand te nemen en ook wetgeving voor te bereiden wanneer een kritische ondergrens wordt bereikt. Het is niet onze hoop. Onze hoop is dat het groene scenario zich aandient. En het hoop is dat we met z'n allen in staat zijn om die vaccinatiegraad omhoog te schroeven. Moet maar nog één ding van het hart. We hebben het in de commissie ook nog wel eens over gehad. De afgelopen maanden, en ik begon daar ook mee, is er in de media ongelooflijk veel aandacht geweest voor dit onderwerp. Het is wat ongewoon om als commissievoorzitter te zeggen. De media heeft in onze ogen een uitstekende rol vervuld de afgelopen maanden door dit hoog op de agenda te zetten. En ook in zekere zin al bijna een voorschot te nemen op het
normstellende overheid die wij propageren. We hopen dat veel ouders zich laten verleiden en in een gesprek om alsnog hun kinderen te laten vaccineren ten behoeve van het van de bevordering en de uiteindelijke eliminatie en de groepsbescherming die in dit land een hoog goed is, een groot publiek goed is. Het Rijksvaccinatieprogramma vinden wij een groot publiek goed en het verdient aanbeveling om dat verder te bevorderen. En daar wou ik het even bij laten. En volgens mij mag ik nu Tamara van Ark en Paul Blokhuis uitnodigen naar voren, waarna ik het rapport eerst aan mijn eerste opdrachtgever zal uitreiken. Nou, dankjewel. Dankjewel, Roos. Alsjeblieft. Okay. Voor de plaat. Ja. Prikken voor elkaar. Dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt, duidelijk verhaal. Ja, heel goed. Jij mag het woord. Ja, ja. Nou, ik ben ontzettend blij dat hij er is. Laat ik daarmee beginnen. En ik zou ook willen beginnen met een woord van dank aan de hele commissie. Ik mocht voorafgaande aan jullie eerste vergadering, want de commissie vergadert natuurlijk zelf, mocht ik voorafgaande even bij jullie zitten om de aanleiding ook van de commissie te schetsen, wat je zojuist ook hebt gedaan. En ik was eigenlijk vanaf het begin van ook enorm onder de indruk van de enorme diversiteit en expertise die er in de commissie zitting heeft. En ik denk ook dat dat doorklinkt in de adviezen die hier vandaag door de commissie zijn geleverd. En ik wil echt een enorm compliment geven daarvoor en ook een enorm woord van dank uitspreken. En ik denk dat mijn collega Paul Blokhuis dat straks ook zal doen. En het is natuurlijk een ontzettend complex probleem met heel veel grote maatschappelijke zorgen. De afgelopen maanden ben ik door heel veel ouders benaderd. Ik ben ook veel met ouders in gesprek geweest. Maar ook met ouders in de kinderopvang die zich zorgen maken over wat er op hen afkomt. Die zich rekenschap willen geven van hun verantwoordelijkheid. Maar worstelen met de vraag, wat kan ik, wat mag ik, wat moet ik, hoe zorg ik voor die veilige omgeving. En je zou bijna kunnen zeggen dat er een onontwarbare problematiek aan het ontstaan was. En ik denk dat het echt de credits voor de commissie is dat jullie ervoor hebben gezorgd dat de rollen heel zuiver benaderd worden in dit advies. Dat ik op het terrein van SZW, kinderopvang, kan gaan kijken naar de adviezen die jullie hebben gegeven. Adviezen die zeker in het scenario waarin het de verkeerde kant op gaat steeds een meer verplichtend karakter krijgen. En de collega van VWS kan op zijn terrein aan de slag met adviezen. En ik denk ook dat het een hele grote verdienste is dat u als commissie het ook heel concreet heeft gemaakt. Mij lijkt het in ieder geval zaak, dat heb ik ook steeds gezegd, om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Ik heb ook eerder aangegeven, als het gaat om deze complexe problematiek, ben ik op zoek naar een sleutel, maar wel een sleutel die past. En ik heb het gevoel, zomaar ook als ik het allemaal zie, dat hier hele concrete handvatten in zitten. Dus ik ga aan de slag, ik ga het rapport nu bestuderen en kom zo snel mogelijk ook bij u terug hoe ik dit handen en voeten ga geven. En in ieder geval een groot woord van dank met dit rapport opgeleverd, prikken voor elkaar. Dank u wel. Ik geef je even je blaadje, want anders zag ik. Dames en heren, geachte commissieleden en vooral beste Roos, heel heldere toelichting op jullie rapport, jullie advies. Waarvoor zeer veel dank. Het is volgens mij een heel duidelijk rapport, heel duidelijk advies waarmee wij aan de gang gaan. Het is goed dat er een onafhankelijke commissie advies heeft uitgebracht over deze gevoelige materie. Ook een advies waar volgens mij duidelijkheid wordt gecreëerd voor de kinderopvang, waar we al lang op zaten te wachten. Ook voor ouders die daarbij betrokken zijn. En duidelijk is ook, mooie presentatie, dat de problematiek veel breder ligt en de oplossingen ook veel breder gezocht moeten worden. Het raakt de hele samenleving. Alle ouders willen natuurlijk hun kinderen optimaal beschermen. Alle ouders hebben daarin natuurlijk een verantwoordelijkheid. Maar ik kan me wel vinden in het feit dat de commissie aangeeft dat de regie bij de overheid moet liggen.
Staatssecretaris Van Ark en ik gaan daarom ook hard aan de slag om te kijken hoe we dit zeg maar, kunnen vertalen. Ik hoor dat de commissie in de aanbevelingen ook aandacht geeft aan communicatie en voorlichting. En dat spreekt mij zeer aan. En ik realiseer me dat er nog heel wat nodig is om dat te verbeteren. Er zijn wel de nodige stappen gezet in die richting. Samen met RIVM en de jeugdgezondheidszorg, de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, de CEG's, andere zorgprofessionals en de vaccinatiealliantie besteden we daar ook al volop aandacht aan. En ouders die twijfels hebben of vragen, heel veel ouders gewoon met vragen, zoals de voorzitter van de commissie aangeeft, die willen we beter bijstaan. Ik ben benieuwd naar jullie concrete adviezen hierover en die ga ik ook met aandacht lezen en kijken of we die kunnen vertalen. Dat is punt communicatie en voorlichting. De commissie adviseert ook, volgens mij eigenlijk in elk scenario sowieso, om ouders beter te betrekken bij het besluit om te vaccineren. En voorafgaand aan dat besluit zouden ze moeten worden uitgenodigd voor een gesprek. Dat onderstreept ook onze inzet om die benadering van ouders in heel Nederland te verbeteren. Vanaf vorig jaar hebben de JGZ-instellingen ook extra middelen gekregen om dat gesprek aan te gaan met ouders. Maar ik denk dat dat nog een slag extra mag. Er zijn verschillende vormen denkbaar waarop je dat vormgeeft. Ik kijk bijvoorbeeld met hele grote belangstelling naar de manier waarop Sint-Barneveld daar op dit moment invulling aan geven. Sinds eind vorig jaar worden in Barneveld alle ouders met pasgeboren kinderen, kinderen van 4 weken oud, uitgenodigd voor een vaccinatieconsult. En de respons is overweldigend groot. Dat geeft de burger moed. Wat mij betreft een heel mooi voorbeeld. Een aanpak waar wij allemaal van kunnen leren. De commissie spreekt van code oranje. Ja, deze week is ook het debat over het preventieakkoord. Daar gaan we het ook over kleur hebben bij het voedselkeuzelogo. Dit is van andere orde. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik voel ook wel dat wij in code oranje zitten. Ik heb die term zelf nooit zo gebruikt, maar ja, we zitten niet in groen, want dat zouden we pas zitten als we weer boven de 95% dekkingsgraad zitten. En het RIVM zei afgelopen week dat de vaccinatiecijfers stabiliseren en zelfs in sommige opzichten enigszins weer een toename laten zien. We zijn er nog lang niet, maar dat geeft de burger ook wel moed, want we komen van een aantal jaren van daling. Dan stabiliseert het nu of het stijgt weer iets. De lijn gaat hopelijk weer de goede kant op. Ik denk niet dat daarmee het werk van de overheid afgelopen is. Sterker nog, het is volop het begin voor ons. Schouders eronder, volop er tegenaan om te voorkomen dat wij in code rood komen. Dat wil ik hoe dan ook voorkomen, dat we in code rood komen. Wat code rood ook is, daar wordt advies nu voor gevraagd. Wanneer zet je onder die kritische grens? Superbelangrijk om dat met elkaar vast te stellen. En uiteindelijk, daar zullen we ons over laten adviseren, maar uiteindelijk zal de overheid ook die moeten vaststellen, die ondergrens. En als die zich voordoet, onverhoopt, code rood, ja, dan blijf ik zeggen wat ik steeds gezegd heb, dan zullen we in gesprek moeten over meer verplichtende maatregelen. Iedereen weet dat ik zo over denk, gelukkig is het nu nog niet aan de orde. En ik hoop, wat mij betreft, komt het helemaal niet aan de orde. Ik laat intussen wel, ook op verzoek van de Tweede Kamer, een aantal meer verplichtende maatregelen uitzoeken. Dat brengen we wel in kaart, want als het zich onverhoopt voordoet, dan moeten we niet opeens denken van, oh, en welke opties hebben we dan? Dus wij zijn daar ook wel op aan het anticiperen. En wij hebben ons huiswerk gedaan om klaar te staan als het onverhoopt zover zou zijn. Dames en heren, beste commissieleden, ik heb vanmorgen veel gehoord. Ik ga het rapport natuurlijk bestuderen. Dat heb ik nog niet tot in detail kunnen doen natuurlijk. Over hoe we precies invulling geven aan het rapport, komen wij natuurlijk bij u terug. Wij gaan snel met elkaar in overleg, de staatssecretaris van Sociale Zaken en ik. En ondertussen gaan we volop door met waar we mee bezig zijn. De maatregelen die ik vorig jaar in november met de Kamer heb gedeeld, volop doorgang laten vinden. Meedoen met het Rijksvaccinatieprogramma moet de norm zijn en blijven. Daarmee bescherm je niet alleen je eigen kinderen, maar ook de kinderen van anderen. En ik noem dat steeds een daad van naastenliefde en dat lijkt mij een mooie afsluiter. Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze presentatie. Ik wil u hartelijk danken voor uw aandacht en aanwezigheid. Ik verzoek de pers om hier in de zaal achter te blijven voor één op interviews. En de overige aanwezigen nodig ik uit in het restaurant voor een kop koffie of thee. Dank u wel.